Hallo dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe mod showcase. Vandaag gaan we kijken naar Mozy's Mobs. Een geweldige mod met een hele hoop nieuwe mobs die toegevoegd worden en een aantal items. En drie nieuwe structures. En voor de nieuwe structures hebben we natuurlijk een paar mooie cinematic beelden, dus daar gaan we nu eerst naar kijken. Oké, ik hoop dat jullie genoten hebben van die cinematic beelden. Dan gaan we nu kijken naar de mobs die ook allemaal stuk voor stuk worden toegevoegd en wat ze droppen en hoe goed ze zijn, wat sterk ze zijn en vooral hoe cool ze eruit zien. Want dat is eigenlijk het belangrijkste als je een mod toevoegt natuurlijk. Om te beginnen met de Foliaat. Foliaat die dropt een Foliaat seed waarmee je hem zelf ook weer kan inspannen als je hem genoeg te eten geeft. En dan heb je na 2 dagen een volledig gegroeide Foliaat. We kunnen hem ook even inspannen met een spawn egg. Het enige met de Foliaat is wel, je gaat hem nu niet zien. Wat we daarvoor kunnen doen is een van deze koeien pakken met een spawn egg. En de koe ernaast zetten. Dan komt de Foliaat namelijk uit de grond. Het is een vleesetende plant zoals je kan zien. Die valt dan de koe aan. En nou, zoals je kan zien eet de koe. Ik weet niet of dit nog effect heeft, maar laten we de koe erbij inzetten. Dan kunnen we hem wat dichtbij wat beter bekijken. Het is echt een geweldig uitziende mob. Hele vette. Je wil hem niet in het wild tegenkomen. Hij heeft weliswaar maar 10 health. Dus met 10 klappen is hij dood. Hij regent ook, blijkbaar. Zoals je kan zien. Dus gewoon spammen met je fist. Misschien niet het beste idee. Maar het is een optie. Het kan. En uiteindelijk gaat hij weer terug de grond in. Dus dan... En als ze nu weer terug boven komt. Oké, heeft hij niet in ieder geval eerst de hele helft teruggeheeld. Maar goed. Dan krijg je ook een achievement wanneer je hem doodt. De Jennifer Dumps Me. En dan krijg je dus de Foliaat Seed. Foliaat Seed kun je planten. En dan krijg je een kleine baby Foliaat. Nou ja, daarvoor kunnen we raw meat droppen geloof ik. Of moest het cooked meat zijn. Wat staat erop? The baby Foliaat will be get hungry. Toss it. Any meat. Any meat. Dus het mag ook bij wijze van spreken rotten flesh zijn dan. En dan groeit hij uiteindelijk tot de grote Foliaat. Goed. Dan hebben we hier nog wat random blokken die in de mod zijn toegevoegd. En dan hebben we hier de Naga. Nou, de Naga is een bijzondere mod. Die dropt de Naga Fang. En hier heb ik het spawn egg. Het Naga Fang kan gebruikt worden om potions van resistance te craften. En de Naga Fang Dagger. Oké. We gaan een gat moeten maken. En hier hebben we de Naga. Er is een reden dat we dit hok op deze manier gebouwd hebben. Want de Naga die zou echt compleet alle andere tentoonstellingen hier... vernielen in zijn eentje. De Naga, als we hem zo een beetje kunnen zien, het is een enorme mob. Het is geen echte boss, maar ik vind hem wel tof. Ik kan hem eruit zien als een baas. En hij heeft, als hij ook heeft 2 tellen stilvolgangen, zo'n 50 health als ik het goed zie. Ik bedoel niet, ik kan het niet goed zien, maar hij heeft 30 health, oké. Als je hem slaat, dan blijft hij even op de grond liggen. Hij heeft 30 health, zoals je daar kan zien. Het ziet er enorm tof uit. Hij kan vliegen. De voorkant van zijn hoofd kun je hier goed zien. Hij ziet er ook enorm tof uit. Deze mobs, ik vind ze er heel goed uitzien. En ja, als je ermee wil spelen, download vooral zelf de mod een keer. Dan gaan we door naar de volgende. Dat is deze. De Grottol. Deze kom je tegen in caves. Op zich, het is niet de gevaarlijkste mob in de wereld. Maar we krijgen er wel kunnen er wel een Captured Grottol mee maken. Heb je verder helemaal niks aan, maar daar kun je hem ook weer mee spawnen. En dan heb je er 2. Wauw. Verder niet al te veel te melden over deze mob. Ja, hij ziet er gewoon vooral tof uit, zoals de meeste in deze mod. Hij maakt een gek geluid. Ik kan hem nu niet slaan, omdat ik hem Oedit heb. Omdat ik in Creative ben, als ik in Oedit zou gaan, dan zou ik hem kunnen slaan. Misschien, dat zou nog toffer zijn als je voor deze verplichte pickaxe zou nodig hebben, maar dat zal wel niet. Oh. En hij dropt een diamond. Oké. Dope. Very dope. Dus we hebben voor deze een pickaxe nodig om te doden. Goed.
Dan gaan we door naar de volgende set met mobs. En dat zijn er een hele hoop. Ze zitten hier met z'n allen erin. En ik ga even proberen deze namen voor te lezen. De Barakoa, de Barakoana en de Barakoia. En dat zijn drie spawnex, maar zoals je kan zien, je kan ze echt niet uit elkaar houden. Eentje spawnt vijf mannetjes en de andere twee spawnen gewoon een enkele. Ze maken een behoorlijke herrie en ze hebben te maken met een van de bossers die we daar zien zitten, waar we zo langs komen. Daarnaast droppen ze ook al deze maskers. Masker of Strength, Swiftness, Haste, Jump Boost, Resistance en Health Boost. En je kan deze maskers gewoon op je eigen character opzetten. En zoals je kan zien, dat ziet er best wel heel erg tof uit. Dat terzijde, nogmaals, deze mod heeft echt geweldige character models. En ja, het ziet er gewoon helemaal tof uit. Dan om te gaan kijken bij de boss die erbij hoort. Dat is Barakoa, de Sun Chief. En de animaties die dit karakter heeft, kijk naar het gezicht. Dat is een detail wat in Minecraft zelf niet zit, wat in de meeste mods al niet zit. Dit is echt ongekend ongeveer het niveau waarop deze zichzelf geanimeerd heeft. Het slaan van de buik, dat soort kleine dingetjes, dat zie je gewoon niet in andere mods. En wat is eigenlijk wat deze mod zo speciaal maakt. Wat je ook kan zien, ik heb hem nou een paar keer geslagen, daardoor wordt hij geheeld door deze man. Deze man. Dat was de Barakoia. Als we dan ook dat is de Barakoa, Barakoa, Barakoia. Kijk, laten we die omleggen, daardoor is het schild weg. Laten we kijken of er ook een andere tussen zit die hetzelfde effect heeft. Of, nee, het lijkt wel dat alleen de Barakoia dat kan. En nu, zoals je kan zien, heeft hij een aantal nieuwe Barakoia's gesummand. Hij vecht dus zelf niet, hij laat deze mannen voor hem weg. Yo, dit is niet nodig. Het is een behoorlijk sterk boss, zoals je kan zien. Want ondertussen zit hij al gewoon weer op full health. Het is echt wel een hele toffe om tegen te vechten. En ik zou ook zeker aanbevelen dat je zelf deze mod downloadt. Het is namelijk niet een kwestie van even een paar klappen uitdelen. Er zitten echte battle elementen aan deze mod. Ik denk dat een van de beste strategieën is om gewoon direct de dingen te killen zodra hij ze begint te gooien. Want anders dan hield hij zichzelf weer helemaal vol terug. En dat moet je natuurlijk niet willen. Kijk, zoals je kan zien, hij is gewoon alweer full health. Goed, om door te gaan naar de volgende mob. De volgende mob, dat is de Lantern. En dat is deze. Die kunnen we gewoon vrij laten. Het is geen hostile mob. Ziet er gewoon tof uit. Hij brengt wat licht. Je kan hem proberen te vangen. Ergens in je base ophangen. Als een soort van organic verlichting. Nu gaat hij afzweven naar de top van de wereld ergens. Ik vind het tof. En dan hebben we er nog eentje om te laten zien. En dat is dit. De Ferris Rovnut. Ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Rovnut. De Ferris Rovnut. En deze man is pas echt een beest. Dit is pas echt een beest van de vent. Als je deze weet te verslaan, deze heeft 40 health. Op dit moment kan ik hem al niet raken, omdat ik in hij heeft een hele specifieke manier waarop je hem moet raken. Hele interessante battle mechanics. We hebben hier de Spawn Egg, de Axe of a Thousand Metals. En de Rough Helm zijn de items die hij kan droppen. Kun je de Rough Helm laten zien. Dit ziet er best wel heel erg vet uit. Ik bedoel, wie wil dit niet? Dit is toch echt geweldig. Daarnaast hebben we dan dus de Axe of a Thousand Metals. Nou ja, als je kan zien, die ziet er ook best wel goed uit als ik hem in mijn hand heb. Dus dit zijn zeker items om lekker te kunnen flexen in je multiplayer wereldje. Je kan hem hier ook niet mee slaan. Het is niet met het item. Het gaat echt puur om hoe je in de battle bent. Maar ja, daarvoor moeten we naar survival. Dat ga ik jullie gewoon lekker zelf uit laten zoeken. Want ik wil jullie een reden geven om de mod te downloaden. En geloof me, de battle met deze man is echt wel een goede reden om het te downloaden. Goed, dan is er nog één mob en die gaan we gewoon live opzoeken. Daarvoor gaan wij gebruik maken van een command en dat is locate. Is toegevoegd in een van de nieuwste Minecraft mods updates. En daarvoor willen wij de Frostmaw spawn hebben. Die heeft hij gevonden. Dan klikken wij die. Hierop en drukken op enter en dan worden we geteleporteerd naar de Frostmaw. Zoals je kan zien, hier is de Frostmaw. Hij ligt hier gewoon rustig een tukkie te doen. Wat een beest is het. Holy shit. Hij heeft 250 health. Nou ja, we zullen hem eens een poging doen om hem aan te vallen. Dan wordt hij wakker. Wat een beest. Wat een beest is dit. Kijk dan.
Oh. Eigenlijk wil ik wel gewoon naar survival om te zien hoe dat gaat, maar... Oké, laten we het gewoon proberen. Ik pak even snel wat armor zodat we in survival kunnen kijken, want deze ga ik jullie dan wel laten zien. We houden wel gewoon de helmet die we op hebben, dat maakt allemaal niet uit. Huppatee. Slash game mode. Survival. Oké, wish me luck. Oh, hij is wel echt aan het... Man, wat een intimiderend beest. Welk effect had hij me net gegeven? Slowness of zo. Oh, waar gaat hij in? Oké dan! Zie dit! Ik ben frozen en slowness. Hij is gewoon in de oceaan gesprongen. Dus hoe moet ik hem nu gaan verslaan? Zoals je kan zien, ze hebben echt hele toffe attacks, deze mobs. Dat is eigenlijk het belangrijkste van wat ik wilde laten zien. Gaat hij nou echt weg... zwemmen van me? Vriend, ik kan het er nooit inhalen zo. Wel makkelijker op deze manier met dodgen. Kom uit het water of zo. Nou goed, dit is het, in ieder geval een van de belangrijkste dingen die ik jullie wil laten zien. De Frostmaw. Hij heeft echt hele toffe attacks. En ik ben weer sloot. Ga nou niet wegrennen, jongen. Kom hier. Kom hier. Dat is wel een ding. Hij kan dus blijkbaar goed wegrennen. Oh nee, ik ben frozen onder water. Ik ben frozen onder water. Oké. We gaan hem nog een paar klappen uitdelen. Ik wil nog een van zijn nieuwe attacks zien, niet alleen deze. Oké, en ik ben dood. Ik ben dood. Hoe leef ik nog? Oké. En... ik word gewoon doodgeslept. Oké, en on that note... slash game mode creative. Wat een beest, jongens, wat een beest. We kunnen gewoon er naartoe teleporteren, dat scheelt. Deze man heeft duidelijk zijn leven verdiend. Hij heeft het verdiend om te overleven en te winnen. Hij is enorm sterk. En ja, dat is wel weer gebleken. Ik ben benieuwd of de Frostmaw eigenlijk nog wat dropt wanneer hij dood. Dus we gaan hem wel even doodslaan. Kijk naar zijn death animation. Hij gaat ook gewoon echt dood grond liggen. En dan dropt hij dit item. Een ice crystal. En een ice crystal kunnen we... Hold right click to channel an icy whirlwind. Recharges while in inventory. Oké. Okay. Kijk. Kijk dit dan. Dit is toch tof. Dit is toch vet. Maar goed, als jullie nog niet overtuigd zijn waarom je de mod moet downloaden, dan zou ik zeggen, download hem gewoon alsnog, zodat je zelf kan overtuigen. Want deze mod spreekt eigenlijk voor zichzelf, heeft helemaal geen mod showcase nodig, maar is gewoon super vet. Dus bij deze, ik zou zeggen, download hem. Ga ernaar kijken, geniet ervan. Het is gewoon echt even een mod om lekker wat nieuwe mobs te hebben om tegen te vechten. En daar is dit, dit zijn wel een van de betere mobs die je dan kan vinden. Dus ja, zover was dit mijn mod showcase. Als jullie ervan genoten hebben, laat het vooral weten met een like, een comment, subscribe. En dan zien jullie graag weer bij de volgende mod showcase. Of gewoon bij de volgende random video die we uploaden. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Dus ja, tot ziens.